Kijk, na de Eerste Wereldoorlog was er natuurlijk teleurstelling, armoede en verdriet. En de landkaart van Europa? Die kon de prullenbak in. Bij de Vrede van Versailles werd de kaart van Europa opnieuw ingetekend. Italië hoopte dat ze gebieden erbij zouden krijgen, omdat ze bij de winnende partij zaten, de geallieerden. Tot grote teleurstelling kregen ze niet waar ze op hoopten. Ook in de Italiaanse samenleving was er onvrede. Er waren spanningen tussen boeren en de grootgrondbezitters, tussen arbeiders en fabrieksbazen. Er was angst dat er een revolutie zou komen, net zoals in Rusland was geweest. Angst voor opstand en het communisme. In Italië was er iemand die beloofde dat de revolutie er niet zou komen en beloofde dat er betere tijden zouden komen. Dat was Benito Mussolini. Hij richtte de Fasci di Combattimento op en dat is geen Italiaanse pasta. Deze groep was te herkennen aan hun zwarte hemden en de wapens die ze droegen. De fascisten, of zwarthemden zoals ze werden genoemd, hadden knokploegen en intimideerden andere partijen. Maar wat wilden de fascisten nu eigenlijk? Ze waren extreem nationalistisch. Mussolini wilde dat Italië weer een wereldmacht werd, zoals het Romeinse Rijk eens was geweest. Italië moest weer het sterkste land worden, desnoods met oorlog. Het fascisme is dus ook agressief en militaristisch. De fascisten hielden van uniformen, massademonstraties en optochten. Er werd gebruik gemaakt van propaganda. De jeugd werd gehersenspoeld en de leider, Mussolini dus, werd verheerlijkt. Daarbij was het individu niet belangrijk. Jij als persoon bent niets, het volk is alles. Daar ging het namelijk om het land en de partij. Vrijheid van meningsuiting of andere grondrechten waren niet zo belangrijk. Ze waren dus anti-liberaal. De grondwet en democratie waren niet belangrijk. De leider of partij had alles voor het zeggen. Er was sprake van een dictatuur. Als het zo uitkwam, werd alles, dus ook de wet, aan de kant gezet in het belang van het land en de partij. Kijk, een handige tabel. Je kunt hier pauzeren als je wil. Tot slot, hoe kwam Mussolini dan aan de macht? In 1922 gingen de zwarthemden naar Rome om als het ware een staatsgreep te plegen. De koning die bang was geworden, benoemde Mussolini tot premier. Toen de fascisten 2 jaar later de meerderheid in het parlement kregen, stelden ze de grondwet buiten werking en werd Mussolini de leider of dictator van Italië. Italië werd een totalitaire staat. Dit houdt in dat de leider zich niet alleen bezighoudt met de politiek, maar zich ook bemoeit met het leven van de burgers. Italië was fascistisch geworden. En Duitsland zou snel volgen.